De allereerste keer dat ik Ronnie Flex tegenkwam was tijdens het 10-jarig jubileumfeest van Spuiten en Slikken. En we waren allebei nogal van het padje. En toen dacht ik opeens, hoe gaat die man nou om met al die fame? Met de verleiding van vrouwen, alcohol en van drugs? Ik mag daar vanavond achter komen, want ik mag mee met Ronnie Flex op stap. Hij heeft 3 optredens. We gaan er nu aan beginnen. Ronnie, kerel. Ja, man, we zijn er, man. Alles goed, jongen? Ja, man, lekker met jou. Ja, lekker, kerel. Ja, man. En we zijn er, man. We zijn er. Veel gezelligheid vanavond hier. Met een gezellige groep, met mensen. We gaan er een feestje van maken. Wat een hele entourage om je heen. Ja, wat mensen heb je meegenomen? Ja, altijd, ja. Ik weet niet eens hoeveel. Ja, iedereen moet gewoon moet erbij zijn en we gaan er gewoon een leuk leven van maken. Lekker. Kan je me even uitleggen, want je moet eigenlijk optreden, dus je werkt ook. Maar het voelt ook een beetje alsof je een avond gaat stappen. Hoe zit dat? Het voelt als een avond stappen plus. En dat maakt het zo fijn van optreden. Je bent al in een club waar je sowieso naartoe zou gaan. Super chill. En je wordt nog goed behandeld. Je kan zitten, gratis drinken. Ik voel me helemaal gezegend, man. En je wordt nog betaald ook. En je wordt nog betaald. Shit. Lekker, zometeen lekker op. Maar aan het eind van de avond is iedereen aan de kloten of wat? Wat moet ik verwachten? Het is wel de bedoeling, ja. Als er genoeg alcohol is, dan gaat dat wel lukken. Jij ook, of niet? Waar ga je dan, jongen? Ja, lekker, hoor. Ik ga wel een pakje, hoor. Helemaal goed, man. Dit is toch vet, man. Jongens en meisjes, laat je horen voor Ronnie Flex! Hoe was dit? Ja, was wel leuk, maar het was wel een kidshow. Ja. Ik kan niet te dronken zijn. Waarom niet? Nog niet, omdat ik zo zat. Maar ik had de hele tijd in mijn hoofd de eerste show en daarna ga ik officieel beginnen. Dus nu gaat het pas beginnen? Dus nu ga ik officieel beginnen, ja, maar. Deze bus is nu nog vrij rustig. Ja. Maar gebeurt er ook wel eens crazy shit in deze bus? Er is wel crazy shit in deze. Ja, sowieso, man. Knokken, kotsen, seks. Ja, echt? Allemaal hier wordt geneukt? Ja. Allemaal shit. Op de bank waar wij nu zitten. Ik zeg niks over mezelf, ik zeg alleen. Jawel, maar jij hebt hier wel, je hebt wel chicks geneukt in de bus terwijl je naar een andere optreden ging weer. Een mooie jas heb je. Ja, feest wel. We hebben het eerst wel gast. Jij bent dan, weet je, je rap, je maakt muziek. En dan zijn er fucking veel chicks die je echt super leuk vinden. Ja. Hoe, dat lijkt me best lastig, man. Tuurlijk, ja, gewoon elke chick. Al wat, ken je me? Wil je me? Oké, is goed. Dan nam je ze ook gewoon. Ja. Maar heb je heel veel chicks geneukt van je fans gewoon? Ja, zeer zeker. Hoeveel? Ja, 100 denk ik. Ja, 100. Maar hoeveel van die 100 door de fame? Ongeveer. 70. Dat is best veel, man. Ja. Daarvoor had ik een tijdje, was ik gewoon al 4 of 3 jaar bezig en was ik gewoon aan het aankloten. En toen kwam drank en drugs. En toen, wat gebeurde toen? Toen was ik weer helemaal terug bij af, alsof ik weer 16 jaar oud was. Ja, kerel. Helemaal los, drugsgebruikers, snuiven. Wat dan voor drugs? Gewoon alles, man, behalve crack en heroïne, man. Maar hoe hou je zoiets vol dan? Ik bedoel, dat hou je toch niet vol op een gegeven moment? Je moet die kwaliteit wel leveren op die stage, toch? Ja, precies. Hoe hou je dat vol? Nee, je houdt het niet vol, dat is heel dat ding. Dit gaat lekker toch? We gaan super lekker, man. Het is weer top, gezelligheid. We gaan lekker schuren. We gaan helemaal schuren. Hij gaat chicks schuren, hij gaat alles doen. Maar deze mannen zetten een party neer, jongen. En ondertussen drinken ze, blowen ze, doen ze maar wat. Maar deze groep gaat helemaal los. Ze ziet dat we losgaan. Come again, come again, come again. Alle mannen zijn losja. Come again. This is the third show, we're in the building.
Ben je ook door deze roem een beetje verslaafd aan drank, drugs en vrouwen? Ik ben wel verslaafd aan alles, aan alle genotsmiddelen. Ook drugs, pillen, al die dingen heb ik allemaal gedaan. Ben je wel eens eenzaam? Ja, altijd. Als je opgroeit, heb je altijd... Ik heb 2 beste vrienden gehad. Ja. Heel mijn leven lang. Maar nu... Ben je alleen eigenlijk? Nu ben ik alleen. Nu heb ik eigenlijk geen beste vriend meer. Mijn beste vriend is Ronnie Flex geworden. En dat is het pad dat ik heb gekozen. Dit is wat voorbestemd was voor mij. Ik bouw heel mijn leven kettingen en dit. En schoenen en dure riemen. Maar ik kan jullie dit zeggen met mijn ogen in de camera. Dit Calvin Klein boxers. Het is allemaal niks waard. Was je gelukkiger vroeger of nu? Heel eerlijk. Vroeger, man. Echt? Ja, man.